Jongens en meisjes, hartelijk welkom bij de allereerste review over een game die jullie ongetwijfeld wel kennen. Het gaat namelijk over de Lego Movie videogame voor de Xbox 360. Ik bedank eerst Safi voor een rechtstreekse kopie van deze game en die ik aan jullie ga voorstellen, namelijk wat ik van deze game vind. Vorig jaar is de film aangekondigd en bij zo'n film hoort natuurlijk ook een echte Lego game. Er bestaan natuurlijk al een paar andere titels zoals Lego Indiana Jones, we hebben een Star Wars, we hebben een Lord of the Rings, we hebben een Marvel en nu eindelijk de Lego Movie videogame. We kennen allemaal het verhaal voor de mensen die niet de Lego Movie kennen. En met een doodnormale Lego figuurtje wordt een onrechte aangezien als de meest bijzondere persoon. En degene die de sleutel is tot het redden van de wereld. Hij wordt meegezogen in een gemeenschap van vreemdelingen op een epische zoektocht naar een kwaadaardige tiran. Een reis waar Emmett totaal niet tegen opgewassen is. Als eerste wil ik melden, als je de film nog niet hebt gezien en graag wilt zien, dan zou ik nog niet het spel gaan spelen, want in het spel worden namelijk allerlei cutscenes vertoond die uit de film zijn gekopieerd. Dus rechtstreeks van de films zul je dus een aantal beelden zien die het verhaal vertellen. Can you drill through the roof? Yeah, although the last time I did that I was almost fired. Dus wil je geen spoilers horen, dan kan je gerust dit filmpje kijken, maar speel dan zeker niet het volledige spel voordat je de film in de bioscoop hebt gezien. Ik heb een aantal pluspunten en een aantal minpunten over deze game. Het zoeken naar minpunten was eigenlijk vrij moeilijk, omdat het gewoon weer een ontzettend goede Lego game is en ik ben een hele grote fan van Lego spellen. Alles is Lego. De eerste seconde dat je in de game zit, zul je het nog niet snel ontdekken, maar alles is in Lego gemaakt. Dat is zeker een vernieuwing die we nog werkelijk in geen één videogame van Traveller's Tales hebben gezien. Vooral als je de stad inkomt in het begin van de wereld, dan zul je het meteen zien. Er viel eigenlijk een hele kleine stilte bij mezelf toen ik dit voor het eerst zag. Ik vind het echt een groot pluspunt in de game. En om in de traditie van Lego games te blijven zul je overigens wel enkel met Emmett spelen. Dus je speelt continu eigenlijk met het hoofdpersonage. Maar daarentegen kun je dus net in alle andere Lego games gewoon andere karakters ook bespelen, zeg maar. Je komt later in de game kom je dus Batman tegen, we hebben met Kitty te maken, we hebben met Gandalf kunnen we meespelen. Al deze karakters hebben eigenlijk hun unieke, ja hoe noem je dat, hobby's misschien kan je het zo noemen? Hun vaardigheden om het zo netjes te zeggen. En daar bedoel ik mee, Emmett, de hoofdpersonage, is eigenlijk een bouwvakker. En deze bouwvakker heeft dus allerlei zaken, hij heeft een grote drillboor bij de hand, hij kan dingen repareren. En dat is het voordeel in de game. Af en toe moet er nog wel eens wat gerepareerd worden om verder te komen in zo'n level. Dus vandaar dat je dan het karakter Emmett moet selecteren om dan verder te komen. Natuurlijk heeft Batman zijn boemerang en kennen we Gandalf met zijn grote magische staf. Dit is eigenlijk helemaal niks nieuws als je alle andere Lego games of wel eens een Lego game hebt gespeeld. En er zitten ongelooflijk veel karakters in. Het is jammer dat je maar 15 levels hebt in het spel. Er zijn echt maar 15 levels die je kan spelen in de Lego game. Maar dat maakt het zeker niet slechter op. Ik had op internet gelezen dat de game ongeveer 6 uur in beslag neemt om hem uit te spelen. Nou, ik moet jullie echt vertellen, ik ben ongeveer 4 uur bezig geweest met deze game. En ik zat serieus nog maar op ongeveer 10%. De 100% dat zal nog zeker even wat tijd in beslag nemen. Naast de hoofdmissies zijn er natuurlijk weer side missies om mee aan de slag te gaan. Afgesloten areas die je pas kunt bereiken wanneer je pas later terugkeert met een bepaald personage. Bijvoorbeeld zoals Vitrivius die geheime deuren kan openen. Het is natuurlijk ontzettend gaaf bedacht hoe je een level dus niet 100% kan halen en je eigenlijk verplicht bent om het level 2 of 3 keer te spelen opnieuw. Je hebt dus bijna alle karakters nodig in het spel om op bepaalde gebieden te komen. Daarentegen vind ik het eigenlijk wel heel vet dat je de speciale Lego krachten, de bouwkrachten, kan hebben in de game. Je hebt dus, dat is helemaal nieuw, dat is best wel goed bedacht.
Je selecteert dus 3 magische objecten als je ze hebt vrijgespeeld. Dus als ze zichtbaar zijn in het gebied waar je zit. Je selecteert ze met de hoge bouwers. Dat zijn dus de mensen die gevorderd zijn en weten hoe ze moeten bouwen in de Lego wereld. En als je dan de objecten selecteert, dat zijn er meestal 3. Dan selecteer je die in groen. En wanneer je die loslaat en alle 3 hebt geselecteerd, dan zal dit Lego karakter zich al die 3 objecten bij elkaar samenvoegen en er iets nieuws van maken, waardoor je ook weer een level verder kan bereiken. Daarentegen kan je dus ook dansen in de game. Je hebt bijvoorbeeld, denk aan Guitar Hero, dat je een lijntje ziet en dat je op het goede moment op het blokje moet klikken, op het goede knopje. Wanneer je dit dus doet, dan kan je dus een hoop extra punten krijgen, een hoop studs. Studs zijn die kleine muntjes, die van brons, goud, paars, blauw. Die je verzamelt om weer punten vrij te scoren. Dus om weer karakters te kopen. En andere cheatcodes. Op een website van Davisto.nl staat een uitgebreide review. Met daarin een aantal prijzen van de games. Dus kijk even onder in de beschrijving. Daar zie je een linkje met welke console jij hebt. Namelijk de Xbox 360, PlayStation 3, de Wii U, Xbox One of PlayStation 4. Zodat je de games kan kopen voor de gewenste console die je zou willen hebben. Ik hoop je volgende keer weer terug te zien met een nieuwe review. En als je vragen hebt, laat ze zeker achter in de comments en ik zal ze zeker beantwoorden. Bedankt voor het luisteren naar deze review en tot de volgende keer.